Hey mensen, Paat is hier. Ja, daar is beeld. Oh, nog een keer. Helemaal opslaan. Welkom op de Noordfriesische Mars 1.2. Vier vachtkaarten. En we zijn weer lekker bezig met zand aan het spelen. Ik heb het scheppie en het emmertje heb ik al te hoog schijn gehaald. Ik wil alleen even een plekje vinden waar ik zand neer kan gooien. Ik wil lekker met zand spelen. Toch? Een beetje water erbij. Een mooie zandkasteeltjesbodem. Ik denk wel dat ik één of twee zandkasteeltjes hieruit kan halen. Ik heb niet zo'n heel groot emmertje. Ik heb mijn emmertje aangepast. Ik had eerst een emmertje van een liter. Ik heb nu een emmertje van een half liter. We hebben het toch aardig zwaar. Dus, ik heb mijn schepje ook aangepast. Ik heb het schepje door midden gebroken. Hoef ik niet zo veel te scheppen. Of ik moet wel veel scheppen, maar ik hoef niet zo heel veel zwaar te scheppen. Goed. Nou, we zijn weer bezig om zand weg te brengen naar de brug. Ik weet niet of er wat in moet hoor, maar ik heb gewoon zand. Dus ja, dus even een beetje rondkijken wat hier allemaal aan de hand is. Wat hier allemaal te doen is. En... oh ja, shit. Oh nee, ik speel het spel natuurlijk ook in singleplayer, hè. In singleplayer heb ik daar een biofabriek staan. Biodiesel. Dus ik was even in de war. Ik denk, hé, biodieselfabriek is weg. Nou goed, we zijn ook weer een beetje treurig. Ik heb... ik heb straks naar hem naar meneer Van Buten gekeken, het broertje Van Buten. En, die gaat ermee stoppen. Niet met de games, maar met livestream. Ja, nou, is ook wel te begrijpen. Toch? Het kost een hoop centen. En iedereen raadt je aan om te gaan spelen. En uiteindelijk komen er te weinig donaties en te weinig mensen. En je bent wel lekker aan het spelen, maar uiteindelijk zit je alleen nog te spelen. En dat was niet echt de bedoeling van de multiplayer. Multiplayer games. Dus ja, meneer Van Buten die huurt natuurlijk ook een gameserver. Goed, meneer Van Buten heeft een eentje van de Giants. Ik heb hem even bekeken, maar ik heb daar te weinig capaciteit. En dat gaat echt te veel geld kosten. Ja, dan kan ik het heel erg goed begrijpen. Ik begrijp het sowieso wel, maar het is wel jammer. Meneer Van Buten had altijd zijn eigen mods erin. Kijk maar naar zijn de grote trailers. En al zijn eigen naam erop, hartstikke mooi gedaan. Nou goed, dat is één. Het is natuurlijk ook een stukje concurrentie minder, hè? Nou ja, de grootste concurrent die er was, die is weg. Sorry meneer Van Buten. Ik vond het altijd leuk om naar u te kijken. Ik zeg u, want de meneer is net ietsjes klein beetje ouder als mij. Niet veel hoor. Nou ja. We zijn hier op mijn kaart. Even een beetje recht en terug.
zeker. Ja, er lag nog wel wat zand, dus wat dat betreft. Dan hebben we al drie pilaren in de grond. Ik neem aan dat er nog meer komen, maar daarvoor moeten we even dingen gaan verkopen. Groente en fruit, zodat wij geldkistjes kunnen krijgen. Kijk, water. Oh, ik zal hier ook even leeghalen, denk ik. Al het waar ze door de bosjes in, hoor. Oh, zo verstaan we er niet. Oh, ach, ja, dat wil niet. Die G mazzelmodus aan. Oké. Okay. Ja, we zijn geen kleine kinderen. Mazzelmodus aan. Oeh. Sterke kerels hier. Behalve ik. Oké. Okay. De meeste mensen hier die zijn wel sterk. Ik niet. Ja, Oké, ga er ook nog bij liggen. Papier en. Nee, pallets en dingen moet ik maken. Papierpaletten. En die hebben wij weer nodig bij. Ook. Daarboven bij de cementfabriek. Melkfabriek, fabrikage heb ik nog niet aanstaan. Ik ben nog niet zo lang bezig met speelden, dus. Nou, dat is allemaal nog niet nodig, dacht ik. Deze gaat nu. Heb ik een goede. Ja, ik heb al een goede dump druk. Maar wel alleen wat houtzaagsel op hebben. Ik ga net zeggen, het is moeilijk rijden. Zaagsel ophalen voor de papierfabriek, papierkartonfabriek moet er nog in. Nee, we moeten nog boompjes zagen. Want we hebben meer zaagsel nodig. En als ik slim was geweest, had ik een tweede houtsnipperader erin gezet. Maar die heb ik er nog niet in zitten. Die komt er wel in, want hier zit heel wat meer bos. We hebben heel wat meer hout nodig. Wat ik van de motmaker heb gehoord, is dat als je genoeg bomen hebt gezaagd, dan kun je ook weer boompjes planten. Dus ik zaag eerst een hele partij om, voordat we weer wat gaan planten. Is toch een leuke kaart zo, toch? Niet? Beetje in het rond kijken. Beetje kijken wat. Waar is dit? Waar is dit dan, hè? Ookt. Oké, nou dat hebben we niet nodig. Ookt. Doeg. Toetertje. Toetertje. Het zeggen. Hoor maar eens niet. Ja. Zagen, boompje zagen. Ook daar neem ik mijn klein emmertje en schepje mee. Waar ik ga proberen om bultjes te maken met mijn hout, van houtsnippertjes. Met mijn schepje. wat ga ik nog meer doen? Of de vraag allemaal redt, weet ik niet, denk ik niet hoor. Ik ben niet zo rap, hè. Kijk, dat ding daar rijdt maar 3, 5, 2, 3, 2, 3, 3, 2. Iets meer 50 rijdt hij in het rond. Hij wil niet zo rap. Ik wil wel sneller hoor. Maar hij niet. Nou ja, ik heb me erbij aan te passen, dus dat doen we dan ook leuk. Ja, die tweede. Oh, dat zal ik even opschrijven. Hoe
zit zo'n ding. Geen snipperaar. Houtcrusher. Ja hoor, mijn pen werkt niet. Ik zie een pen liggen. Ja. En als ik dan mee. Oké. Ik kan er niet bij. Nou, laten we hopen dat ik ga onthouden. Wacht even. Bochion. Je hebt erin trappen. Even kijken of we nog eitjes hebben gekregen. Okay. Ik lust wel graag eitjes. Ik heb me vandaag ook weer een eitje gekookt. Ik denk, nou, dat mag wel weer. Het is al 5 dagen geleden dat ik een eitje heb gebakken, dus daar zit nog wat in, daar zit nog wat in. Joehoe, daar zit ook nog wat in. Oh ja, hier moet ook papier heen. Hallo? Heb ik alles weggehaald? Mest zit er wel in. Oké, waar komt die mest terecht? Hier komt die mest terecht, kijk eens. Aan een bultmest. En wat gaat nou met die mest doen? Ja. Wat gaan we nou met die mest doen? Ik kan die mest wel leeg halen, maar... Ja, kom. Zwaar, hè? Zwaar. Oh, is toch netjes. Gericht in. Maar goed. Kan die mest daar ook in? Je kunt er met een trailer tegenop rijden. Dus. Gaan we proberen. Ik weet niet wat het. Ik denk dat er alleen maar zaagsel of hamer daar rommel in kan en net geen mest. Nee, ik word hier niet geaccepteerd. Nou, dankjewel. Hier kan ik ook niet starten. Dit is trouwens vloeibaar mest. Hier ook niet. Dit is stro. Stroverbranding. Je hebt me nooit. Nee, hij ook niet. En nou zie ik ook, tot mijn grote schrik, dat hier nog pellets liggen. Dus even opletten de volgende keer als we daar niet te veel in gooien. Ja.
Nee. Ik kan helaas niet gaan gooien met dit. Het is altijd weer leuk bijkomstigheid. Ik kreeg weer wat geld binnen. Nou, dan moet ik wel even volgende keer goed opletten. Nou ja, we hebben er allemaal leuke muziek hierbij. Een muziekje. Dus ja. Nee. Wat heb ik nou gezegd? Boven ga je dan liggen. Nee. Ja, het geld stroomt weer lekker binnen. Dus Laten we hopen dat dat zo blijft. Nog één pallet, ja. Dus dan moeten we de volgende keer eens even kijken hoe dat. Ik denk gewoon hiernaast gaan staan en droppen. En hopen dat. Hopen dat we niet te veel verliezen. Nou goed, dan heb ik nog steeds die mest. Kijk wat hier nog meer is. Misschien nog een verkooppunt mest. Loods. Silo. Er zal wel geen mest willen hebben. Proberen. Goed. Hierheen. Kaart. Mest. BGA Midden, BGA Oost, BGA Zuid en BGA Noord. En BGA Oost uit het meeste. Nou, weer terug naar de kaart. Mist hebben. Oké. Rijden we er gewoon nog een keer heen. Hij zegt van wel. Oké. Hebben we hier nog een droppunt of zo? Waar moeten we dat starten dan? Hier wou die het niet hebben. Hier ben ik geweest.
kijk ik zeker verkeerd. Nee, dat is best. Niet met dit gereedschap type. Oké. Oh, maar dat is wat anders. Nou, hier. Ah, gereedschap type. Ik heb gewoon niet goed gekeken. Dat gebeurt wel vaker. Ctrl-I. Nee. Nee. Goed. Nog een keer en dan gaan we die andere de lading ook ophalen. En wat gaan we dan doen? We gaan hier een shoveltje neerzetten. En dan mag het shovel, is het probleem van het shoveltje niet meer van ons. Ja, is ook zo. Ik heb hier deze is ook leeg. Graas hier is ook leeg. Nou, mooi die ook nog even vullen. We hebben nog een beetje graan op voorraad volgens mij. Aardappels hebben we zat. Ja, ze kunnen wel een beetje graan krijgen. Niet zoveel hoor. Hij laat de kippen zo verschijten, jongens. Dat is verschrikkelijk. Oh, ik heb ook geen... Koorsplay erin zitten. Ik kan een mooi trekkertje met koorsplay erin zetten, maar dat werkt dus niet. Ja. Oh, en de bak zit er niet in. Nou, moet ik alweer met de vork doen. Dus dan moet ik ook nog zelf gaan opladen en lossen en. Nou ja. Ja, niet te ver naar achteren. We gaan dan naar voren. Deze trekker was bezig. Die was bezig met zand. Daar koop ik mij gelijk een shovel. En dan moet ik opzetten dat ik die houtcrusher erin zit en een bak. En ik wou nog wat. Wat heb ik nog meer? Oh ja, ik had een gat. Ja, nee, die zit ik niet hierin. Die laat ik lekker op singleplayer. Ik heb een. Die andere singleplayer, die gasolie-installatie erin staan. Is even wat makkelijker hoor, in twee gasoliestations. Ik blijf aan het rijden met die andere kant.
Ik heb daar trouwens wel een ding neergezet. Ik weet niet of ik het al verteld heb. Bij de gasolie heb ik wat neergezet. Ja, dat is verkeerd. Tankstation moet niet heen. Nee. Brouwerij, nou, dat is goed. Daar kan ik daar. Als je naar het tankstation gaat, dan. Oh, hier heb ik ook al water in zitten. Als je naar het tankstation gaat, dan ga je ook naar het tankstation. Waar land je precies? Je landt in het tankstation. Nou, deze zijn weer leeg. Kijk, ik heb er momenteel niks staan. Nou, ze zijn leeg. Maar ik heb hier de trekker staan. Deze gele Shell tank met slangen. Die is voor de tankstations bij de boerderijen en BGA stations en dat soort tankstations. Waar je dus ook met de trekker heen kunt. Deze tank, die gebruik ik voor de zand en kies. Daar heb ik ook twee tanks staan. En die tanks die kan ik het beste met deze vullen. Die andere krijgt 22.500. En deze 100.000 liter. Dus ja. Als ik met die zou gaan doen, dan moet ik 4, 5 keer heen rijden. Of 4 keer heen en weer rijden. En die 1 keer. Het is nogal een stuk vanaf hier naar daar. Dus vandaar. Hier hebben we koolzaad in zitten. Kijk, koolzaad. Hier hebben we koolzaad. En daar hebben we koolzaad in zitten. Zijn allebei nog niet zo. Heel ver. Maar we komen er. Hé, hey, waar heb ik hierin zitten dan? Oh, gerst. Dat is mooi. Waar zit meer? Oh, hier zit ook koolzaad in, hè? Wat kosten die veldjes eigenlijk? Oh. Wat kost dat veldje? Joehoe, blauw balkje. Oh, hier. 2,8. En als ik deze koop, dan zit ik daar. Kijk, ik heb hier ook een bos natuurlijk, hè. Dit kunnen we dan ook gaan kappen. En dat is wat dichterbij. Eigenlijk niet. Dat is bijna dezelfde lengte. Ja, er is voor de rest. Ja, die is al geoost. Dus er is voor de rest even niks. En ik kan hem ook niet verkopen, want ik heb de field cell er niet in zitten. Goed. Wat hebben we hier allemaal? Wat staat daar? 13 keer. Hebben wij hier ook? We hebben hier iets van een opslag. En ik kan hier ook naar binnen rijden. Dus ik zou in principe hier een trekker en een combine hier kunnen zetten. Maar dat is niet zo bar ver rijden. Oh, oh. Uitklappen, sorry. Nou mag je los. Dan ga ik hem eerst even tanken. Oeps, dat was even een foutje. Niet goed bij stilgestaan. Hier staan. Motor uit.
waarom doe ik nou eerst de motor uit en dan, heel simpel, je kunt ook automatisch doen, dus gewoon je drukt op R dat hij hem oplaadt, dat hij hem opvult, gasolie. En als hij dan klaar is, dan start hij automatisch weer. Dat wil ik helemaal niet. Dat kan ik zelf ook doen. Kijk, als ik er wel bij wegloop, dan start hij hem wel. Ik moet even snel ergens anders heen, dan start hij hem. Dan draait hij hier even. En dan stopt hij weer. Nou, daar heb ik geen zin in. Ik ben hier in de buurt. Klepje dicht, klepje open. Strowaarde achterin, hè. Kijk, zo krijg ik stro en zo krijg ik geen stro. Dan blaast het hier aan de zijkant eruit hier. Ja, bij deze maakt het niet uit. Het zit er niet in. Koolzaad heeft geen stro. Dus. Nou, we jagen daar even heen. En dan mag hij op de werker. Oh, ik had dat ding mee moeten nemen. Ja, dat ook glas kunnen worden. Er gaat wel al koolzaad doorheen natuurlijk, hè. Ja. Dan krijg ik gasolie met steentjes. Die ga ik wel de goede kant op. Ja, bij de diesel naar boven toe. Dan gaan we de... het land op. Kijk, deze rijdt tenminste een beetje door. Is beter dan die steier. Hier staat een hekje. Die stond er in de een of de kleine map niet. Ja, de kleine map staat geen hekje daar, dus dan kun je mooi dwars door het veldje heen. Ja. Daar heb je een stokje voor gestoken. Daar heb je nou een hekje niet voor gezet. Ja, ik heb het schepje en het emmertje gekregen en hij heeft het hamertje en het spijkertje gekregen. Dus ja, wou hij toch wat mee doen met die hekjes geplaatst. Nou, ik ben ook een beetje op dieet, dus de patatten worden niet gemaakt. Ik ben zelf al een beetje op mijn lijn denken. Dus we maken geen patat deze week. Misschien volgende week weer. Kom op, het is bijna kerst. Bierbrouwerij moet ook probeer ik straks ook weer aan de praat te krijgen. Dat is altijd wel een goede bron van inkomsten. Ik wou net zeggen, wat rijdt het? Het is steeds raar. Het rijdt veel beter. Oh mooi, over de middellijn heen. We zijn breed genoeg, kunnen we het doen. En er rijdt geen ander verkeer. Kijk, als er een ander verkeer reed, dan was het een heel andere zaak geweest. Gelukkig kunnen we hier doorjagen. Ja, gaat een helpertje in. En draai je de bocht, jongen. Joh. Helpertje erin en dan. Moet ik nog een trekkertje met een trailertje hebben. Ik kan ook met de truck doen. Druk aan genoeg in het. Hier heb je ook op. Op, 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 op. Is ook goed voor ons, hè? Op. Oh shit, is dit hier natuurlijk een verkeerde. Ja, nog even omdraaien.
klap die handen heel. Dus kijken of de bek goed staat. En laten we hem zakken. Leentjes. Een beetje omhoog. De helper is klaar met werk. De helper is klaar. Wat is dit nou weer dan? Dan gaan we het eerste stukje zelf doen. Er zit niks anders op. Kijk, daar is hij dus die strowaarde. Als ik nou probeer om hem open te doen. Stro is voor dit natuurlijk niet beschikbaar. Dat wist al. Komt hier mooi aan de zijkant, blaast hij alles er netjes uit. Daar ook nog een beetje. Wij zien al geen helper beschikbaar. Het komt eruit, dus ik heb ook geen koorspleet erin zitten, dat is ook wel jammer. Dus ik gewoon een koorspleet natuurlijk. Toch, klim. Middenmuis, nee. Nee, doet niks, geen koorspleet. Ja. Zetten. Welk veld is dat dan? Het veld zit hier recht op 41. Oké. Dat is wel mooi als we nou ook gelijk hulp hebben. Dan hebben we hier een veldje met blijf ik ook. Dit wordt een heel moe veldje. Ik kom alleen maar kool zetten. Ik ga hier een kleinere zaaimachine, die kan hier alleen. Deze rommel erop. Kijk, dat is trouwens zo mooi uitgemeten. Dat heeft hij met GPS uitgemeten. Dit. Kijk, dus nu kijk, ik krijg nooit zo netjes als dit. Even kijken. Het spul komt mooi netjes naar binnen toe. Komt niet zoveel naar binnen. Kijk, ik wil een metertje zien. Er komt niet zo bijna veel binnen. Maar die rest laat ik weet niet. GPS draaien. Oh, dat komt niet netjes uit. Nou, dan gaan we even aan doen. Nou, ik heb, kijk hierachter, er zitten rode streepjes. Die gaan precies langs de pijp. Dus dat betekent dat de groene lijntjes er middenin zitten. Nou, anders had ik dit laatste streepje niet kunnen doen.
aan beide zijden hebben wij genoeg ruimte over. Dus ik ga nog één keer proberen om de helper erin te zetten. Helper. Ja maar. Dat was hem. Ja. Hier is het. Hoe ver is dat veld? Dat is klaar. ...1,7 kopen. Hoppa. Nou, weer kijken of ik eruit kan komen. Ja. Hoe ziet dat veld er eigenlijk uit? Oh, dat zit een hoekje in. Nou, is niet zo heel erg. Als hij straks klaar is, kan hij zo hiermee verder. En die kan naar diesel. Nou ja, het is jammer dat dat veldje nou net... geoost is. Dan loop ik nog even naar het bosje toe. Wat is hier allemaal? Huisje. Huisje met twee bosjes midden op de betegeltjes. Nou, Zweeds huisje. En Duits. Dit is het bosje. Kleine, grote boompjes, middenboompjes, lange boompjes, dunne boompjes, bosjes, bosje, bosje, hut. Oké. Okay. Nee, dat kan niet hoor. Die moet ook afgebroken worden. We gaan hier niet schieten. Ja, er zit een straatje doorheen. Boom, boom. Nou, dat ziet er weer netjes uit. Goed. Ik ga op zoek naar een wat dan ook. Nou, dat was snel. Oeh, hier moet kunstmest op. Oeh, ik heb hier nog veel meer keuze. Als ik naar die farmers mee neem. Ik kan dit hier al instorten, jawel. Ik ga één keer hetzelfde geintje doen. Neerzetten, stopzetten, opvullen en schoon spuiten. En als die dan schoon is. Dan kunnen we weer verder. Wordt schoon, wordt schoon, wordt schoon, wordt schoon. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Die truc is ook redelijk schoon. Nou, dat was wel weer mooi geweest, dacht ik niet. Jullie kijken dan even een stukje verder. Wij gaan allemaal weer verder. Ik zal hem opslaan.
Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hè. Iedereen prettige en gezellige avond verder. En tot. Hoi.